بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بستكايكرز Ik heet jullie alle van harte welkom bij een nieuwe les van de cursus Het Arabisch volgens de Medina methode deel 2. In het vorige video opname hebben wij les 1 behandeld vanuit het Nederlands uitlegboek. En vandaag gaan we verder met les 1, maar dan vanuit het Arabische tekstboek. Dus pak de tekstboek voor jullie. <coughs> en het tekstboek open je op bladzijde 9. Ja, het tekstboek kun je herkennen doordat er op de voorkaft uh, ja, een Arabische tekst staat geschreven. En let erop dat je de tweede deel voor je hebt, Al-Juz'u Oké, okay, dan gaan we naar bladzijde 9. Goed. in het vorige video opname hebben we gezien wat we tegen gaan komen in les 1 en vandaag gaan we dat dan inshallah zien. ad al-awwalu, ad betekent de les, al-awwalu betekent de eerste, samen vertaal je het met de eerste les. En let op, deze Hamza, Hamza tul -wasal, die heeft een fatha, maar die laten ze steeds weg. Maar let erop dat je het wel zelf erbij schrijft, ja? Oké. Okay. Hier en daar hebben ze wat klinkers weggelaten. om jullie alvast te laten wennen. Uh, dat de letters geen klinkers hebben. He, en, en, en dat je dat dan zelf. dat je zelf erover nadenkt. wat voor klinker die letter kan hebben. Want oorspronkelijk is het Arabisch zonder klinkers geschreven. Deze klinkers zijn eigenlijk hulptekens voor ons. En door steeds. Een beetje bij beetje die klinkers weg te laten, raak je gewend aan de letters zonder klinkers. Ja? Ik ga alle ontbrekende klinkers opschrijven, maar jullie hoeven dat niet te doen. Ja? <coughs> Goed, we zien hier een gesprek tussen Hashim en Al-Mudarrisu. Hashim is een jongen en Al-Mudarrisu is de leraar, de onderwijzer. Al-Mudarrisu. Oké. Okay. هاشم هاشم زخت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تبا هو is apart السلام فريد عليكم op يلي علي is على على ما أشعلا خط Aan een damier. En dat is hier kom. Kom betekent jullie. Als je, een, als je het woordje Allah wil koppelen aan een damier. Dan is het verplicht. Om Allah te veranderen naar ali. Dat is verplicht. Dat is alleen wanneer je Allah koppelt aan een damier. Nou, je hebt meerdere damier. Ik heb voor jullie overigens een overzicht gemaakt. <coughs> Ik zal even uitzoomen. Ik heb voor jullie een overzicht gemaakt van alle Dama'ir die er in het Arabisch zijn. En de, deze aantekening kun je downloaden. Ik heb de link in de YouTube-omschrijving uh, gezet. En uh, het bestaat uit twee bladzijden. Hier heb je een overzicht van alle Dama'ir in de drie verschillende posities: de Dhamma-positie, de Fatha-positie en de Kasra-positie. En hier in het grijs zie je om welke persoonsvorm het gaat. Dit moet je gewoon uit je hoofd stampen.

Dus ik kan deze niet gebruiken. Ik kan niet zeggen ala antum, op jullie. Ala betekent op. Ik moet antum hebben, maar dan de kasra positie vormen. Nou, hier in het blauw staat de fatha positie. En hier in het groene kolom staat de kasra positie. Dus we gaan één, twee kolommetjes naar links. Dan zie je koem. Dus dan moet ik ala plakken aan koem. Alleen zeggen ze, als je ala plakt aan een damier... Dan moet je in plaats van allah, moet je alay gebruiken. Dat moet gewoon. Dat deden de Arabieren altijd. Alee en dan kom. Waarom kom? Iemand kan vragen, allah betekent op en kom betekent jullie. Maar antum betekent ook jullie, qua vertaling. Waarom moeten we dan kom gebruiken? Dan zeg je het volgende. antum. Wordt gebruikt voor tweede persoon, mannelijk meervoud. Daarom zeggen wij jullie. Ja, het is meervoud en tweede persoon. Maar dat is voor de Dhamma-positie. Kijk. Ala zorgt ervoor dat het woord, volgende woordje in de kasra-positie komt. Dus dan mag ik niet deze vorm gebruiken. Dan moet ik deze vorm gebruiken. Daarom zet ik hier koem. Aleikoem. En waarom zeg ik niet Ala koem? Omdat er is een regel. Als de Arabieren het woordje Allah gingen koppelen aan een damir. En kijk, er zijn heel wat damair. Damair wil zeggen meer van van damir, ja. Kijk, moet je zien hoeveel damair er zijn in het Arabisch. Maakt niet uit. Als je het woordje Allah koppelt aan een damir, dan moet je alay gebruiken. Alay, dat is verplicht. Nou omdat het woordje ala het volgend woordje in de kasra-positie brengt, dan gebruik je alleen maar deze kolom voor het woordje ala. Er zijn andere woorden in het Arabisch die zorgen ervoor dat het volgend woordje in de fatha-positie komt. Bijvoorbeeld inna. We hadden inna in de vorige les gezien. Inna. Wat doet inna? Inna zorgt ervoor dat het volgende woordje in de fatha-positie komt en het wordt dan ismo-inna genoemd. Nou, als je inna wil koppelen aan een damier, dan moet je dit blauwe kolommetje gebruiken. Innahu, innahuma, inna Innaha, innahuma, innahunna, Innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inna Inna-ni, inna-na. Zie je? Dus je moet dan weten. Wat dat woordje doet. Als je eenmaal weet wat het woordje doet, dan weet je welke kolom je moet gebruiken. Ja? Let op, dat blauwe en dat groene kolommetje zijn precies hetzelfde. Ze verschillen alleen hier bij de ik-vorm. Nie heb je hier, noen en een ja. En hier heb je alleen de ja. Dus die blauwe en de groene zijn precies hetzelfde, alleen hier verschillen ze van elkaar. Ja? Oké, okay, dus deze overzicht kun je downloaden, ja. Op de volgende bladzijde heb ik het woordje inna, kijk, heb ik het woordje inna en la'alla gekoppeld aan de, de damir. Kijk, hier heb ik gewoon de damir in de Damma positie. Hua huma hum, hia huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maar als je inna eraan wil koppelen, inna betekent voorwaar. Voor waar hij. Dan moet je niet zeggen inna huwa. Waarom niet? Dan zeg je huwa is voor de Dhamma positie. En Inna zorgt voor een fatha positie. Oké, okay, geen probleem. Wat is de fatha positie van huwa? Dat is hu. Dan moet je inna plakken aan hu. Dan krijg je dit. Inna hu. Inna Huma. Inna Hum. Inna ha. Inna Huma inna hunna. Kijk, en dit rijtje uit het hoofd leren is niet zo moeilijk. Want soms is het verschillend, huwa en hoe, hu, maar soms is het hetzelfde, huma, huma. Zie je, inna huma, inna huma. Dus zo moeilijk is het niet. Wat je het beste kunt doen is gewoon dit stampen in je hoofd. Nou, inna zorgt voor de fatha positie. La'alla zorgt ook voor de fatha positie. En weten jullie nog wat la'alla betekent? La alla wordt gebruikt voor hoop of vrees. Ja? in deze les gaan we het alleen tegenkomen in de betekenis van hoop. Nou, la'alla zorgt ook voor de fatha positie. Dus als ik wil zeggen, hopelijk is hij, dan moet ik niet zeggen, la'alla huwa. Want la'alla zorgt voor de fatha positie. En huwa is voor de dhamma positie. Dus dan moet ik de fatha positie van huwa hebben. En dat is ook huw. La'allah la La'allah la huma, La'allah huma. Als jij het met inna uit het hoofd kent, dan ken je het ook met la'alla uit het hoofd. In plaats van inna zeg je dan gewoon la'alla. Ja? Nogmaals, dit kunnen jullie downloaden. Ik heb de downloadlink in de video omschrijving op onze YouTube kanaal gezet, bij dit filmpje. Ja? En anders zal ik het ook uh, in een Facebook bericht uh, zetten, dan kun je het daar ook downloaden. Maar je kunt het bij dit filmpje in de video omschrijving de link vinden. Goed? Oké. Okay. Dit moet je dus gewoon uit het hoofd leren. Dit ook. Ja? Dit uit het hoofd leren en dit ook uit het hoofd leren. Oké, okay, dan gaan we verder. Assalamu alaikum. Hoeveel woordjes zie je dus hier? 1, 2, 3. Kom is dus apart. ورحمة الله وبتيكن أن رحمة بتيكن خنادة فان الله الله إز ذا بزيتر مضاف إليه دارم كرخ كرخ ذا لا تسلتر انكسرة أن ذا خنادة فان الله و أن بركاتو بركات اسم مرفا فان بركة 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 بتيكن زيجنين Of zegen. Zegen. Een meervoud is barakatun. Barakatun. Zie je? a alif en een normale ta. Dat is vaak, duidt dat op vrouwelijk meervoud. Barakatun, barakat. Vrede op jullie en de genade van God en... Zijn zegeningen. Dus dit is een hele mooie groet binnen de islam. Hè? Uh, uh, wat je elkaar toewenst. Dat, uh, vrede betekent dat alles met jou goed mag gaan. Zowel gezondheid, financieel, veiligheid, gelukzaligheid. En Rahma betekent Allahs genade. Ja, gods genade betekent dat God het beste voor jou voor heeft en dat Hij jou naar het paradijs leidt. En barakat betekent zegen, dat Allah jou zegent. En dat is ook uh, breed begrip. Zegening kan zijn dat Allah jou veel geeft, of Allah geeft jou minder. Maar Hij zorgt ervoor dat jij daar uh, genoeg meeneemt. Dat je daar je voldoening uithaalt. En dat het voor jou vo voldoende is. En dat het jou niet afleidt van uh, zijn tevredenheid. Oké, okay, dus dit is een hele mooie vredesgroet wat we hebben binnen de islam. Hashim groet dus zijn leraar met een hele mooie groet. Nou, de leraar, al-mudarris, groet hem terug. Wa'alaykum. Eigenlijk is het zo. Wa'alaykum. En dan, assalamu. Oké, okay, let op. Dit is hamzatul wassal. Hamzatul wassal betekent, je moet mij overslaan, want je moet gaan mengen. Hoe kan ik deze sukoon mengen met deze shadda? Dan moet ik deze sukoon veranderen in een damma. Oorspronkelijk was het een sukoon, maar omdat we nu moeten gaan mengen, lees ik die miem met een damma. Wa Mussalamu. en vrede met jullie. Warahmatullahi en de genade van God. En zijn zegeningen. Als iemand jou uitgebreid heeft gegroet, dan moet je ook uitgebreid teruggroeten. Zo heeft de profeet dat ons geleerd. Ja? Ja, iemand kan je ook gewoon groeten met assalamu alaykum. Dan kan je met het gelijke teruggroeten of meer. Ja? Maar als iemand jou uitgebreid heeft gegroet, dan groet hem uitgebreid weer terug. Oké, okay, dus deze Dhamma is niet oorspronkelijk, hij is hier omdat je moet mengen. Dus deze sukoon ga ik weghalen. Zo. Zo is het correct. Waalei, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dus als iemand jullie vraagt, waarom heeft kom hier sukoon op de miem en hier een Dhamma? Dan zeg je, deze Dhamma is niet oorspronkelijk, deze Dhamma is hier omdat je moet gaan mengen met de zin, de shadda van de zin. Oké, okay. en in de vorige, bij de vorige deel hadden we gezien hè, iemand kan zich afvragen, Hashim praat tegen de leraar en de leraar praat tegen Hashim, dat zijn beide enkelvoud, waarom groeten ze elkaar in het meervoud? Uh, sommige geleerden hebben gezegd dat je groet niet alleen die persoon, maar je groet ook de twee engelen die bij hem bevinden, de engelen op de rechterschou aan de rechterschouder en de engelen aan de linkerschouder. Maar Allahu A'alam, Allah weet uh, het uh, beste. Maar ze zeggen dat je dan ook die engelen groet. En uh, die twee engelen zijn altijd bij een persoon aanwezig. Ze schrijven de daden op: goede daden en slechte daden. Oké. Okay. Hashim zegt: Hashimun. Hashim zegt: Keifa halu Waarom niet ki? Want Hashim praat tegen een mannelijke leraar. Als dit een vrouwelijke leraar zou zijn, dan zou er al mudarrisah toe met een ta-marbuta staan. Ja? Dus hij praat tegen een mannelijke leraar. Keifa haaluka. Ja, oest, Zonder tenmin. Eigenlijk was het met tenmin, want ustaz heeft geen el. Maar waarom gaat die tenmin hier weg? Door ja. Ja betekent o. Oh. En dat wordt genoemd harf nida. Partikel van aanroepen. Uh, het woordje na harf nida, dus de munada, munada betekent de aangeroepene, daar moet je de termijn weghalen, ja. haluka ustazu? Hoe gaat het met u? Hoe is uw situatie, o oh, ustaz? La'allaka bi khairin. La'allaka, hopelijk bent u bi khairin, met het goede. Hopelijk bent u met goed, oftewel hopelijk gaat het goed met u. La'allaka bi gheir. Al-mudarrisu, al de leraar zegt, alhamdu lillahi, deze al betekent alle, alle, hamdu, lof, alle lof, lillahi, li betekent voor of van. En li geeft een kasra aan het volgend woord, dus de ha van de naam van Allah, die krijgt een kasra. الحمد لله all love is for Allah وكيف حالك؟ وكيف حالك أنت؟ أنت is تربى نادرك and how gaat het met jou؟ يا هاشم يا هاشم zonder tenmin dat komt door de ja en hoe gaat het met jou أو Hashim? Anna. Ik. Uhibbu ka. Uhibbu is een werkwoord. Die vorm gaan we later leren, ja? Is een tegenwoordige tijdvorm. We zijn nog niet officieel begonnen met de tegenwoordige tijd. Schrijf nu maar gewoon eronder. Uhibbu, Ik hou van. Uhibbu. Anna. uhibbu, ka. Ik hou van jou. Casi ran. Veel. Ja, Hashimu. O oh, Hashim. Ik hou veel van jou, o oh, Hashim. Inna, ka, voorwaar jij? Inna zijn we tegengekomen. Kijk, Inna betekent voorwaar. Ka betekent jij. Waarom hebben ze hier gekozen voor ka en niet anta? Inna, anta. Omdat anta is voor damma-positie. Het woordje inna zorgt ervoor. Dat het volgend woordje in de fatha positie komt. Het wordt dan Ismo inna genoemd. Inna ka, voorwaar jij. En de damir anta, in de fatha positie is ka. Inna ka, voorwaar jij. Dit is Ismo inna. Voorwaar jij. Ja, en waar is de gabaru inna? Wat is het bericht? Wat is er met jij aan de hand? Inna ka, palibun. Zakiyun. Jij bent een student. Zakiyun. Slimme. Wa. En. Hij is niet alleen een slimme student. Wa. Muchtahidun. Hardwerkend. Muchtahidun betekent hardwerkende. En zakiyun betekent slim. En talibun kennen jullie al. Talibun betekent student. Oké. Okay. Talibun is... Chabaru inna. Taliban is. 1. Ghabaru. Inna. En waar is de ismo inna? Dat is die K. Die K is in de fatha positie. Want oorspronkelijk was het anta. Maar we gebruiken geen anta. Want anta is voor de dhamma positie. Voor de fatha positie gebruik je K. Okay. Dit is. Ismo. Inna. Als je een ismo inna hebt, dan moet je een gabaro inna hebben. Dit is gabaro inna. Taliban is gabaro inna. Jij bent een student, maar nu gaat hij het woordje student omschrijven. Wat voor een student ben jij? Jij bent een slimme en een hardwerkende student. Maar ook nog, wa zu khuluqin Zu betekent bezitter van, dit is mudaf. En khuluqin is mudaf ilei. Zoe betekent bezitter. Van die van haal ik uit de moedaf, moudaf constructie En guluk betekent mooie manieren. Goede manieren. Oké, okay, Talib is niet alleen Ghabarou-Inna. Talib is ook Moussoef. Oftewel, Man'out. Je kan ook zeggen man'oud. Nou, als je een Moussoef hebt of een man'oud, dan moet je de Sifa hebben, de omschrijving. Sifa. Waar is de Sifa? Hier zo. Sifa nummer 1, omschrijving nummer 1, omschrijving nummer 2 en omschrijving nummer 3. Zie je? Drie bijvoeglijk naamwoorden: eerste bijvoeglijk naamwoord, tweede bijvoeglijk naamwoord. En deze zo, dat is de derde bijvoeglijk naamwoord. Ja? Niet, alleen, niet, niet zo, Gholuqin, is samen. Bijvoeglijk naamwoord, want het, dit bestaat uit twee woordjes. Als je van die twee woordjes eentje moet nemen, dan pak je zoe. Zoe is dan de bijvoeglijk naamwoord. Ja? Maar natuurlijk, qua betekenis, neem je ze wel samen. Zoe gulukin, bezitter van goede manieren. Oké, okay. dit is de Moussoef. Dan is dit Sifa nummer 1, Sifa nummer 2. Sifa nummer 3. En dat kan. Je kan honderden bijvoeglijk naamwoord eraan koppelen. Jij bent een hardwerkende, slimme, goed gemaneerde uh, vrouwelijke, uh, en noem maar op: student. See? Je kan heel veel bijvoeglijk naamwoord aankoppelen. koppelen. Dat noemen wij Moussoef Sifa. Of Men'out Naat.

Pakistan is Pakistan. Kom jij uit Pakistan, maar waarom heeft Pakistan een fatha? Omdat het is Ghermansarif. Ghermansarif kan geen kasra hebben, dan in plaats van een kasra krijgt het een fatha. En Ghermansarif kan ook nooit een tenwien hebben. Dus hij krijgt nooit tenwien. En hij kan ook geen kasra hebben. Maar als je hem een kasra moet geven omdat er voor min staat, dan geef je in plaats van een kasra een fatha. En nu komt het. Als iemand komt met de vraag: In welke positie bevindt dit woordje zich Pakistan? Pakistan, dan zeg je: Kasra-positie. Waarom Kasra-positie? Door min. Maar als iemand dan een tweede vraag stelt: Waarom eindigt het woordje Pakistan dan niet met een kasra? Dan zeg je. Want Pakistan is ook Geir Hij kan geen Tanuin hebben, maar hij kan ook geen kasra hebben. In plaats van een kasra, krijgt hij dan een fatha. Ja, dit hadden we allemaal in deel 1 uh, gezien. Oké. Okay. Amin <middag> Pakistan Anta, Anta betekent jij. Kom jij uit Pakistan? Am, of, am betekent of en die wordt gebruikt in een vragende zin. En nu komt de tweede keus: Pakistan of min, Minel. Je gaat mengen met de naam. Minel. Minel. Hindi. Kom jij uit Pakistan of uit Hind? Hind betekent India. En kijk hier, het woordje Min geeft een kassara aan de daal. Zie je dat? Kom jij uit Pakistan of uit India? Ja, Hashimu. Oh, Hashim. En hier gaat die tenminste ook weg. Hè? Hashim zegt. Hashimon. Hashim zegt. Inni. Het woordje. Inni. Inna is apart. En. Dia is apart. Inni betekent voorwaar ik. Inni. Voorwaar ik. Minal Hindi. Ik kom uit India. India is. Mensen uit India en mensen uit Pakistan lijken heel erg veel op elkaar. Dus daarom vragen ze vaak: waar kom je vandaan? Ook mensen uit Bangladesh lijken ook heel erg veel op elkaar. Ja? En uh, in, in Medina, bij Medina Universiteit, dat is een internationale universiteit, daar komen mensen vanuit alle landen. Dus vandaar dat de leraar dat vraagt: kom je uit Pakistan of India? المدرس ده المدرس وزميلك ان يو كلاس زميل بتيكنه وزميلك الذي الذي اخر الذي متى فتحة دي همزة الوصل ما هي همزة الوصل وزميلك En jouw klasgenoot, Allazi, degene die, Haraja, naar buiten ging. Maaka, samen met jou, Al-Ana. Al-Ana is nu, maar dit is ook een Hamza Tulwassan. Oké, okay, dus deze gaat weg. En jouw collega, en jouw klasgenoot, die, Haraja, naar buiten is gegaan. Maaka, samen met jou, Al-Ana, nu. Minel Fasli uit de klas. Ahua, is hij? Eilban, ook. Minel Hindi, is hij ook uit India? En jouw klasgenoot, die naar buiten is gegaan, samen met jou, nu, uit de klas. Is hij ook uit India? Eilban betekent ook. Ook. En dat is altijd met een fatha. Dat gaan we later leren waarom. Eidan. Ahua eidan min al hind. Is hij ook uit India? Nou, Hashim zegt. Hashimon. Hashim zegt la, nee. Inna hu, voorwaar hij. Die hu is apart. En inna is apart. Voorwaar hij. Min. Tana. Hij komt uit Pakistan. Min geeft dan kasra aan het volgende woord. Maar waarom heeft Pakistan dan geen kasra? Want hij is Sarif. In plaats van een kasra krijgt hij dan een fatha. Arabisch is niet moeilijk. Het enige is dat je veel moet zien en veel moet herhalen. Gewoon veel zien. Veel herhalen. Veel bezig mee zijn. Op een gegeven moment wordt het makkelijk. En op een gegeven moment klinkt het qua gevoel ook niet meer correct voor jou. Als je zegt, Min Pakistani. Want je hebt altijd Pakistana gezegd. Als er Min ervoor staat. Ja? Dus laat je niet afschrikken. Of ontmoedigen. Gewoon doorgaan. Je kan alleen maar beter worden. Al-Mudarris. Al-Mudarrisu. De leraar zegt, Inna voorwaar. als je Inna hebt, heb je twee dingen. Ismo Inna en Ghabaro Inna. Inna A. Toe ka. Voorwaar jouw horloge. Maar inna zorgt ervoor dat de mubtada Ismo inna wordt. En Ismo inna komt dan in de fatha positie te staan. Dus deze gaat weg. Inna Saataka. Inna geeft een fatha aan het volgende woord. Inna saataka. Voorwaar jouw horloge. Wat is er met horloge aan de hand? Nu komt de gabaru inna. Jamila tun. Waarom heeft Jamilatun een dhamma? Jamila Jamilatun betekent mooi. Voorwaar, jouw horloge is mooi. Waarom heeft Jamilatun een damma? Want dit is de khabaru inna. Sa'ata, kijk, tot hier, zonder die k erbij. Dit is de ismu inna. En Jamilatun is de khabaru inna. Waarom zeg ik tot hier en niet die K erbij? Want die K is een apart woord. Je kan niet 2, 3, 4, 5 woorden hebben als ismo Inna. Het is altijd één woordje die de ismo Inna is. Voorwaar, jouw horloge is mooi. Ja, Hashimu. Oh, Hashim. Zonder tenuin want ja haalt tenuin weg. Voorwaar, jouw horloge is mooi. Oh, Hashim. Ah. A uh, is om vraag te stellen. Aminal Jabani. Komt hij uit Japan? Hier. Komt zij uit Japan? Wie is die zij? Horloge. Horloge is vrouwelijk. Waarom is horloge vrouwelijk? Want het eindigt op een ta marbota. Dit is niet een normale ta. Dit is een ta marbuta. Waarom zie ik hier dan een normale ta? Omdat die vastgeplakt is aan de kaaf. Is. Zij uit Japan. Waarom heeft Japan wel kasra? Is die niet Geir Monsarif? Als een Geir Monsarif woord. El heeft. Dan kan die alle klinkers krijgen. Dus Pakistan. Als ik Pakistan. El geeft. El. Ba. Kies. Tanu. Als Pakistan. El heeft. Dan kan die wel Kasra krijgen. Dus dat is een uitzonderingregel. Uitzonderingregel is: Als Reer Monsarif... al heeft, dan kan die wel een Kasra krijgen, ja. We leren eerst gewoon de basisregels en daarna komen die uitzonderingregels erbij. Aminal ja? al Komt zij uit Japan? Hashim zegt la, nee. La. Innaha, voorwaar zij, minal Hindi. Zij komt uit India. Dat horloge is uit in India gemaakt. Al Mudarrisu. Ik hoef hier geen klinkers mee te zetten. Hè? Jullie weten wel hoe je dat nu schrijft. Al Mudarrisu. A. Ghaliyatun is duur, hier zij. Is zij duur, am of rachisatun of goedkoop? Ghaliyatun betekent duur en rachisatun betekent goedkoop. Oké, okay. ghaliyatun, mannelijke vorm, is zo. Ghaliyun. Ghaliyun betekent duur, met een puntje boven, zo. Maar we hadden vorige, in de vorige les gezien. Als je i hebt, dan heb je te maken met Isam Mankus. Wat betekent Isam Mankus? Zulke woorden die eindigen op i yun. Wat deden de Arabieren dan? Ze gingen deze allemaal wegkrassen. En dan gingen ze het allemaal, die, die ja met die damme en tenwien, vervangen door een plaatsvervangende tenwien. Tenwienul ul iwad noemen ze dat. Een plaatsvervangende tenwien. Dan krijg je dit. Ra lin Zie je? Ghalin eindigt op een damma. Iemand kan zeggen nee, hij eindigt op een kasra. Nee, op zijn laatste letter heeft hij een damma. Waar is die dan? Dan zeg je deze tenwien hier is geen echte tenwien. Het is een doosje. Als je dat doosje openmaakt, wat komt er dan uit dat doosje? De laatste letter met daarop de damma en de tenwien. ra li -jun. Ja, is een mankoos. Maar ik haal dit allemaal weg. Ik schrijf de mannelijke vorm op. De vrouwelijke vorm. Bij de vrouwelijke vorm heb je wel gewoon de ja erbij. Galia toen. Zie je? Waarom kiezen ze hier voor de vrouwelijke vorm? Omdat horloge is vrouwelijk. Is zij duur? Ahia ghaliyatun. toen. Is zij duur? Maar waarom zeggen ze Aghaliyatun Want er was een regel wat we in de vorige les hadden gezien. Als jij een vraag stelt en je hebt twee keuzes. Dan moet je de eerste keuze vlakbij die Hamza Wassala zetten. En de tweede keuze zet je vlakbij het woordje Am. Dus je zegt niet Ahiyahaghaliyatun. Nee. Waarom? Want je hebt nu twee keuzen. Je zegt, agaliyatun is duur, hier, zij. Of, wat is de tweede keuze? Rachisatun, goedkoop. Dan de tweede keuze zet je bij am. En het eerste keuze zet je bij die hamza. Agaliyatun hier, am rachisatun. En rachisatun, de mannelijke vorm, is zo hè? ra sun. Rachieson. betekent goedkoop. Dit moet je gewoon een paar keer opzeggen. In het begin was het voor mij ook moeilijk, omdat die zinsvolgorde veranderd is. Je, je bent normaliter gewend om zo te zeggen. Ahia je vertaalt het vanuit het Nederlands. Is zij duur? Amrachiesatun, of goedkoop. Maar de eerste keuze moet dicht bij de Hamzatul Istifham. Dit is niet Hamza tul maar Hamza istifham. Istifham betekent vragen stellen. Istifham. Hamza istifham. Hamza tul istifham. Galia moet je dichtbij Hamza tul istifham zetten. Is zij duur of goedkoop? Nou, ik ben benieuwd. Hashim zegt: Innaha voorwaar zij, namelijk het horloge, is goedkoop. Jidden, erg. Jidden betekent erg en eindigt altijd op twee fatha's. Daarom die Alif hier. Waarom eindigt Jidden altijd op twee fatha's? Je hebt bepaalde woorden in het Arabisch. Het eerste woord hadden we al gezien. Eidan. Eidan betekent ook. Ook. En nu het tweede woordje. Jidden. Jidden betekent erg. Of heel. Erg. Maar je kan ook vertalen met heel. Uh, zij is heel goedkoop. Maar je hebt nog meer woorden. Je hebt ook bijvoorbeeld shukran. Shukran betekent dankjewel. Is ook altijd in een fatha. Zie je? Fatha. Fatha tenmin. Fatha tenmin. Je hebt ook andere. Mahlan. Mahlan betekent rustig aan. Mahlan. Ook. Zie je? Uh, deze woorden. Al mafu'ul mutlak genoemd. Maar die, die gaan we later tegenkomen. Ja? Voor nu moet je gewoon leren... Dat het woordje Jiddan en het woordje Eidan eindigt altijd op Fatha ten Wien en daarom ook een Alif erbij. Inna ha toen Jiddan. Voorwaar, het horloge is erg goedkoop. Ik heb hier Inna. Waar is Ismo Inna? Ismo Inna bevindt zich in de Fatha positie. Dat is die ha. Daarom zeg ik Inna ha en niet Inna hier. Hier is voor de Dhamma positie. Hier. Hiya is voor de dhamma positie. Maar omdat inna komt, dan moet ik de dhamma vorm, uh, de fatha vorm gebruiken. Dat is ha. Dit is ismu inna. En nu gaan we zoeken naar de ghabaru inna. Raghisa toen. Raghisa toen heeft daarom een dhamma. Want ghabaru inna heeft ook altijd een dhamma. Voorwaar het horloge is erg goedkoop. Inna ha, voorwaar zij, namelijk het horloge, nou inna. Is het partikel van benadrukken, die ha is ismo inna. Waar is de gabaru inna? Voor waar zij, bi, miati, rubiyatin, fakat. Voor waar zij, bi, uh, ja, even kijken hoe ik dit het, uh, goed kan vertalen. Voor waar het horloge uh, kost, honderd rupi slechts. Fakat betekent slechts. En die eindigt altijd op een soekoen. Slechts. Fakat. Fakat. Bi. Mi'ati. Rubiyatin. Dit, deze twee samen is de inna. Maar dit uh, kan een beetje verwarrend klinken voor jullie. Want ghabar heb je vijf soorten. Je hebt vijf soorten Ghabar, Dat gaan we later leren. Ghabar. ghabar wij zijn gewend gabber als één woordje te zien. Maar Ghabar hoeft niet altijd uit, uit één woordje te bestaan. Ghabar kan soms jumla zijn. Kan soms shibhul jumla zijn. En mufrad. Mufrad betekent kofaad. Maar dat gaan we later leren. Ja? Nu kan je gewoon even dit zo aant, uh, aantekening maken. Bi miati harfjar is majrur shibhul jumla gabber. Dit is gabberu inna. Dit begrijp je misschien nu nog niet, maar in de komende lessen gaan wij deze vorm van gaan leren. En als je dan terugkijkt, dan ga je dit uh, snappen. B is harfjar. Die geeft een fatha aan de laatste letter van het volgende woord. Daarom heeft mi'atu, is het mi'ati. Mi'a betekent honderd. Maar het woordje honderd is altijd mudaf. Als dit mudaf is, dan is het volgende woordje mudaf ilei. En daarom heeft dit een kasra. Deze heeft dus een kasra, omdat het Muldaf Ile is. Ik kort het even af met MI. Uh, bi is Harfjar en Miati is Muldaf. Maar hij is ook Isam Madjrour. Isam betekent het is een woordje, een naamwoord. En Maduroer wil zeggen hij is in de Kasra positie. Door wie? Door die bi. Dus dit is mudaaf dan is het volgend woordje mudaf ilay bi is Harfjar en mi'ati is ism majrur innaha bi mi'ati rupiya faqat zij kost slechts 100 roepie rupiya betekent rupies alleen kijk wij zeggen 100 stoelen in Arabisch zeg je 100 stoel 100 boek 100 auto 100 vliegtuig niet 100 vliegtuigen na het woordje mia is het volgende woord hè, het getelde in de enkelvoudsvorm en altijd modafile. Oftewel in de kassera. Goed, ik hoop dat jullie uh, veel energie hebben. Het zijn, qua vertalen is het makkelijk. Alleen ik wil dat jullie ook gefocust zijn op de grammatica regels die erbij horen. Ja? Jullie moeten goed begrijpen waarom elke letter een bepaalde klinker heeft en het gaat vaak om de laatste letter en je wordt er alleen maar sterker en beter in, inshaAllah. <react> het horloge is erg goedkoop. 100 het kost slechts 100 roepies. De leraar zegt: "Kam aghan laka ya ha shimu. Het woordje kam betekent hoeveel. En het woordje nakam al, is altijd in het enkelvoud en in de fatha positie. Kam, hoeveel. Dit zijn we al tegengekomen in deel 1. En het woordje na hoeveel is altijd enkelvoud en in de fatha positie. Maar in het Nederlands niet. In het Nederlands vertalen wij het met meervoud. Hoeveel broers. Maar in het Arabisch zeg je hoeveel broer. كم أخن لك يا هاشم وفبروس هبياي أو هاشم هاشم ساخ لي ثلاثة إخوة لي إكب ثلاثة إخوة إكهف دري بروس ثلاثة دري إخوة بروس

سيتا ان هم is اسمو ان تجار اس خبرو إنا يا اسمو ان از المدرس ذا ليرا وكم ان اختا زوسا لك هابي هاشم لي إِكَبْ أربع أربع Uh, Ahwaatin. Ik heb vier zussen. Kijk, zussen is vrouwelijk. Dan moet het getalletje mannelijk zijn. Daarom arbaou en niet arbaatu. Arbaatu arba betekent ook vier, maar die is vrouwelijke vorm. arbaou, in Ik heb vier zussen. al -mudarris. Al-Mudaris, der Lehrer sagt, afil Hindi in India, hunna, sind zij, hunna sind die Zussen, sind zij in India, al-ana, nu, maar die Hamza ist Hamza tul die hunna plak je fast an die la. afil Hindi, hunna, al ana, sind zij in India, nu, Hashim sagt, la, إن هنا فور هنا سيزين هير بالمدينة المنورة مع أبي وأمي سيزين هير بتيك إن بالمدينة بالمدينة مدينة بتيكن ستات المنورة منورة مُنَوَّرَةَ بتيكن فرلغة

زي ستودنتن هاشم سخت لا إنهن فور وار زي مدرسات سي زي زين لرارسن بالمدرسة الثانوية بالمدرسة الثانوية سي زي زين لرارسن وبدأ de... أسكماني في الثانوية مدو بارسخو

Tamarino. Tamarino betekent oefeningen. Zonder Tenmin. Want Tamarin is Germansarif. Enkel fout van Tamarin is Tamrin. Tamrin betekent oefening. Tamrin. Of opdracht, kan je ook zeggen. Oké, okay, de antwoorden van deze opdrachten kun je achter in het boek vinden. Hè? Dus als ik helemaal achterin blader. Zo. Kijk, en dan gebruik je de koptekst. Kijk, dan kan je heel makkelijk zien. Heel makkelijk navigeren. Kan je heel makkelijk zien waar je bent. Dit is les 12. Nee, ik moet les 1 hebben. Oplossing van les 1. Nog meer naar boven. Oh, kijk. Ik zag hier net iets. Ja, kijk. Bladzijde 245. Dan zie je daar staan Hallo Tamarin. Oplossing van de oefeningen. Kijk, Tamarin is Germond Maar als het Al heeft. Dan kan Sarif wel kasra krijgen. Oplossing van de oefeningen. 245. En hier is dan les 1. En hier heb je alle antwoorden op de vragen van les 1. Dus dan kan je zelf je antwoorden nakijken. Ja? Maar ja, je, je hebt niks aan het nakijken. Hè? Als je, dus je hebt niks aan afkijken, dat bedoel ik. Je moet eerst zelf maken en daarna ga je kijken wat heb je fout. En van je fouten, daar leer je van. Uh, oefening 1. Ajib anil as'ilatil Atiya Geef antwoord op de komende vragen. Min ayna hashimun. Met tenmin, Min hashimun. Waar komt hashim vandaan? Min ha hashimun. Nou, deze opdracht mag je zelf thuis maken. En je kan het zelf nakijken ja, met de antwoordbladen achterin. Vanaf bladzijde 245 vind je de antwoordbladen van de oefeningen. Min dus dit ga je dan opzoeken in de tekst. A al de leraar van hem. Hoe betekent van hem? En yuhibbu betekent hij houdt van, houdt de leraar van hem? Die a is om vraag te stellen. Hamzatul istifham. A juhibbo hul muddariso, houd de leraar van hem? Vraag nummer drie, min eena van waar? Saatuhu van waar komt zijn horloge? Waar is zijn horloge? Waar komt dat vandaan? Vier, Bikam. voor hoeveel? Hia, voor hoeveel is zij? Voor hoeveel, dus hoe, hoe duur is die horloge? Hoeveel kost dat horloge? Nummer 5, Kam, Achan, Lahu. Hoeveel broers heeft hij? Nummer 6, Kam, uchten Lahu. Hoeveel zussen heeft hij? En Eina, waar, wa Tuhu. Waar zijn zijn zussen? Oké, okay, dan nummertje 2. Uh, plaats dit teken voor de juiste zinnen en plaats dit teken voor de onjuiste zinnen. Stelling nummer 1. Hashimun talibun kaslanu. Kaslanu betekent lui. Hashim is een leerling, luie. Dus dit is mousouf, mousouf En dan is dit sifa. Hashim is een luie leerling. Klopt dat of niet? Uh, tweede, ba. Hashim. Talibun. Muthtahidun. Hashim is een hardwerkende leerling. Nou, welke van deze twee is juist die of die? Nou, we gaan gewoon omcirkelen. Deze is juist, Oké, okay, tweede stelling. Sa'atuhu, zijn horloge, rachisatun, is goedkoop. Of Sa'atuhu, zijn horloge, Raliatun is duur. Zijn horloge was goedkoop, dus deze is juist. Volgende bladzijde. Stelling nummer 3: Saatuhu zijn horloge bi alfi rubiyatin. Zijn horloge kost duizend roepies. Of Saatuhu zijn horloge ...bij... miati. Of zijn horloge kost 100 roepies. Welke is juist? Deze is juist. 100 roepies. Ah! Oh nee, dit is, uh, dit is niet Hamza van vraag stellen. Dit is gewoon de Hamza, de eerste letter. Achawatuhu zijn zussen Bil Madina munawara Zijn zussen zijn in de verlichte stad in Medina. Of achawa Zijn zussen Bilhind zijn in India. Nee, zijn zussen zijn in Medina Munawara. Nummer drie. Denk na over het volgende. Inna plus hua is innahu. Inna plus hiya is in Inna plus hom is Inna hom en Inna plus hunna is Inna hunna. Maar ik heb jullie de volledige overzicht gegeven van alle dama'ir, van alle vormen. Kijk, hier hebben ze huwa. en dan gaan ze gelijk naar hom, maar ze hebben die twee fout weggelaten. Huma, maar dat heb ik wel voor jullie in dit rijtje gezet. Kijk hier zo. Ik heb jullie alle vormen uh, gegeven in dit overzicht. Dus als je dit uit het hoofd kent. Je alle hier Van de Arabische taal. Inna plus hier is innaha. Inna plus hunna is innahunna. hunna. Inna plus anta is innaka. Inna plus antum is innakum. Enzovoort. Alleen let op. Bij inna plus anna kan je twee dingen zeggen. Je kan zeggen inna ni, Of je kan zeggen inni. Dit is een verlichte vorm. Omdat je dan zoveel noons achter elkaar hebt. En bij inna nahnu wordt het inna na, maar omdat je hier ook weer twee noens hebt, of je kan zeggen inna. Beide vormen worden ook in de Koran gebruikt. Soms zie je inna na, en soms zie je inna, en soms zie je in de Koran inna nie, en op andere plekken inni. Ja? Als je maar weet dat beide gewoon uh, hetzelfde betekenen. Voeg inna aan de volgende zinnen toe. Hua tajirun. Nou, dan moet ik inna aan hua plakken. Dan wordt het. Inna hu. Inna hu. En dan tajirun. Voor waar hij is een handelaar. Nummer twee. Ana palibun. Daar kan ik twee keuzen doen. Ik kan zeggen. Inna ni. Inna ni. Of ik kan zeggen. Dat zijn te veel noons. Dan doe ik in de verlichte vorm. Dat wordt dan. Inni. Inni. En dan palibun. Ik probeer netjes te schrijven, maar ik schrijf op een tablet en dat is echt heel wennen voor mij: Hom minaljabani. Zij komen uit Japan. Nou, dan zeg ik: Inna hom. Inna hom minaljabani. Let op: hè, deze boeken kunnen jullie gewoon gratis downloaden. Ik heb de, ik heb de uh, weblink uh, in de YouTube-omschrijving gezet. ياباني أنتم أذكياء يلي زين سلم دورتت إنكم 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 عندان أذكياء فعيف هي متزوجة سايس دا إنها Muta, zo. Wie. jatun. Nahu Muslimuna, wij zijn moslims. Dan kan ik twee dingen zeggen. Ik kan zeggen inna na, inna na, of ik kan de verlichte vorm gebruiken inna, inna en dan Muslimuna.

Ja, ik heb heel weinig schrijfruimte. hi da Als iemand jullie de vraag stelt: Waarom kan ik niet zeggen inna en toen? Wat voor antwoord ga je geven? Als iemand vraagt: Waarom kan ik niet zeggen inna en Waarom ben ik verplicht te zeggen inna Wat voor uitleg ga je die persoon geven? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Geef het antwoord in de YouTube-omschrijving. Ja? Of in de YouTube-comments. Waar, waar je opmerkingen kunt plaatsen. Wat voor, wat voor antwoord of uitleg geef je aan iemand die de vraag stelt: Waarom kan ik niet zeggen. Inna en tunna? Waarom moet ik zeggen. Inna kunna? Oké. Okay. Nummer 8. Hunna muslimaten. Zij zijn moslim. مس, uh, مسلم فراوة سايزة مسلم فراوة دو بورتت إن هن ألا توبا دي هن سخرا فاست عندي دي إن إن هن فور وزايزين مسلمة okay. أنت رجل غني يعي بنت Een man, een rijke. Dus dit is Moussouf, dit is Sifa. Je kan ook zeggen manud en naat. Deze twee horen bij elkaar. Ze zijn een, een samenstelling. Een bijvoeglijke samenstelling. Dit is Mubtada en dit is Ghabar. Kijk, dit is Mubtada. Mubtada. En dit is de Ghabar. En wat is dit dan? Dit hoort bij de Ghabar. Muta'alliqun bil Ghabar, zeg je dan. Want dit is een samenstelling. Maar één woordje is maar de Ghabar. Grammaticaal gezien zeg maar. Maar qua, als je kijkt qua vertaling. Dan zeg je ze horen wel bij elkaar. Mubtada. Gabar. De mubtada daar ga ik de inna plakken. Inna ka. Inna ka. Rajulun. Kijk dan is dit. Die anta is veranderd in ka. Want dit is ismo inna. En dit is gabaro inna. En die gabaro inna is ook Mosof, en nu komt de Sifa erachter. Voorwaar jij bent een rijke man. Anti zakiatun. Jij bent slim. Dan wordt het Innaki. Innaki zakiyatun. Oké. Okay. Nou, die antwoorden vind je natuurlijk ook in de antwoordbladen. Hè? Achter in het boek. Uh, lees de volgende voorbeelden. al mudarrisu jadidun. In al jadidun. Kijk, ze hebben klinkers weggelaten om jou te alvast te laten wennen uh, aan het Arabische schrift zonder klinkers. Uh, wat zien we? Mubtada, khabar. Hier. Ismu, inna, khabaru, inna. فاطمة طبيبة، فاطمة اسم دكتور. إن فاطمة، فور فاطمة طبيبة، اسم دكتور. مبتدى خبر، اسم إن، خبر إن. حامد متزوجة، متزوج، حامد اسختراود. إن حامدا متزوج، فور حامد اسختراود. مبتدى خبر، أنو Ismu inna inna. 6: Voeg inna aan de volgende zinnen toe en schrijf de woorden met de juiste uitgang. Ad-darsu sa'bun. ad, sa ad de les. Sa'bun sa is moeilijk. Dan wordt het inna darsa voorwaarde les inna darsa sa'bun. Sa

Okay. القران كتاب الله ده قران القران كتاب الله قرآن القران الله Allah's book ان القران ان القران كتاب الله اوكي okay. Goed, nu gaan we een beetje grammatica doen. Inna, waar is ismo inna? al Quran. daarom heeft het een fatha. Chabaru inna kitabullah. Voorwaar de Koran, wat is er mee? Is Gods boek, kitabullah. Dit samen is een mudaf mudaf ile constructie. Deze twee horen samen. Alleen, welke van deze twee woordjes is de Chabaru? inna? De Ghabaru-Inna bevindt zich in de Dhamma-positie. Het woordje Kitab heeft een Dhamma. Dus dan zeggen we, grammaticaal gezien, is dit de Ghabaru-Inna. En wat is dan de naam van Allah hier? Dan zeggen we, Muta'allikun bil Muta'allik wil zeggen, het is gekoppeld aan de Ghabar. Ja? Het woord samen, want het is Mudaf, Mudafile. Maar van die twee, welke van die twee heeft de Dhamma? Want Ghabaru-Inna heeft een Dhamma. Bevindt zich in de Dhamma-positie. Welke van die twee heeft de Dhamma? Het woordje Kitab. Dan zeggen we: Dit is de Ghabaru-Inna. Inna is harfut-ta'akit. De partikel van benadrukken. Als je Inna hebt, heb je een Ismo-Inna. Dat is Koran, want die heeft een Fatha. Ismo-Inna bevindt zich in de Fatha-positie. En de Ghabaru-Inna is het woordje Kitab, want die draagt de Dhamma. Ja? Soms is de ghabaru Inna of gewoon Gabar, soms bestaat het uit twee woorden, zie je eigenlijk qua betekenis. Boek van God, hoort samen. Maar je kan maar van die twee één woordje kiezen. Omdat dat woordje draagt de klinker van de positie. Ja? Oké, okay. als jullie vragen hebben, dan zie ik het wel tegenkomen in de opmerkingen bij, uh, bij het YouTube-filmpje. Ja? نمت شفير محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم is the boodschapper van God نزخي إن محمدا إن محمدا وارو متفتحة وانت هتس اسمو

En 'khabaru inna' dat vinden sommigen moeilijk, want Rasulullahi is mudaf, mudaf, ze horen bij elkaar. Dan zeg ik: het is niet moeilijk. 'Khabaru inna' heeft andamma. Welke van die twee woordjes hebben een andamma? Of heeft een andamma? Dat is Rasul. Dan is dit de 'khabaru inna'. En de naam van Allah hier, die is 'mutaallik bil khabar'. Ja, oké. Okay. Nou, sallallahu wa wasallam. Sommigen korten het af met de letter 'sad'. Sommigen zeggen ja, het is uh, als je het vol uitschrijft. Maar dat is gewoon meningsverschil. Maar let op uh, waar ik zaad zet. Kan je gewoon Sallallahu Alaihi Wasallam lezen. Ja? Want ik kan niet heel klein schrijven hier. Nummer 5. Aminatu Talibatun. Amina is een student. Dan zeg je. Inna Amina Oh sorry, uh, twee puntjes. Zo, ik ben gewend twee puntjes zo te schrijven, ja, omdat dat sneller gaat. ta li, ba, tun. Voorwaar, amina is een student. Ismo inna gabaro inna. Al-lughatul-arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul-arabiyyatu بية سهلة لديه إن إن اللغة إن ال... إن اللغة إذا العربية Let op, hè. deze twee woorden is manoud en naad, mausuf, sifa we horen bij elkaar, bijvoeglijk naamwoord, samenstelling. Voorwaar de Arabische taal, sahlatun, is makkelijk. Alles is makkelijk, alleen sommigen begrijpen het in twee stappen en anderen hebben meerdere tussenstapjes nodig. Maar in principe is veel dingen best makkelijk te begrijpen.

Kijk, als je haza, haza of hazihi hebt, da, ismul ishara. En het volgende volgend woordje, musharun ilay, die krijgt dan ook gewoon de fatha. Normaal zou je zeggen: het woordje hazihi krijgt fatha. Deze, waar verwijst deze naar? Naar horloge. Dan moet je horloge ook de klinker geven. Alleen hazihi kan geen fatha hebben. Die is mabni, vast. Die kan geen klinkerverandering hebben. Maar. Het woordje waar naartoe het verwijst. Die krijgt wel die verandering. Ja? Dus dit is ismo inna. Inna hij sa'ata. Voorwaar dit horloge. Ghaliyatun is duur. Ghaliyatun is dan de ghabar. Ghaliyatun. Bilalun. Bilal is de naam van een jongen. Bilalun gabiun. Rabbiun betekent dom. Bilal is dom. Inna bilalan.

Inna bilalan Alleen Wanneer kies ik voor deze laam en wanneer voor deze? Deze laam kies je als je hierachter iets nog vastschrijft. Maar omdat ik hier niks vast heb geschreven, maar gewoon los, dan kies ik voor deze vorm. Oké. Okay. Al mudiru fil fasli. De directeur is in de klas. Al mudiru fil fasli. Inna al mudira. إن المدير في الفصل so. الماء الماء إن الماء بارد هتواتر واتر الماء بارد هتواتر واتر إن الماء Inna al ma'a, en ba'a ri Zo. We zien het volgende. Asseyara tu jamila toon, ghabar. Inna seyara jamilatun. jamila voorwaar de auto is mooi. Ismo inna ghabaru inna. Nou, lees de twee voorbeelden, dat hebben we net gedaan. Maak vervolgens soortgelijke zinnen met de volgende woorden. Maak hierbij gebruik van a en am. Oké. Okay. Oh sorry, deze twee voorbeelden moeten we lezen. Al misalul awal, het eerste voorbeeld. Amin al hindi anta amin pakistana. Kom jij uit India of Pakistan? De tweede voorbeeld. Al tabibun anta am muhandison. Ben jij een dokter of een ingenieur? Oké. Okay. Oké, okay, we hebben hier het woordje anta MUJTAHIDUN doen, betekent hard werken en kaslan betekent lui. Okay. Anta MUJTAHIDUN en kaslanu. Dan wordt het zo. Mocht doen anta am kaslanu. Kijk, je hebt eerst die hamza toeluisterd toch? Dan heb je twee keuzes. Moeje en kasla. De eerste keuze moet je achter de hamza istifam zetten. Wat betekent istifhaam? Vragen stellen. Hamza van vragen stellen. Nou, moet je. Doen. Moet je. Doen. En dan Anta zet je erachter. Oké. Okay. Anta. En nu ga ik am zetten. Am betekent of. En nu komt de tweede keuze. Kaslaan. Kaslaan betekent lui. Kaslaanu. En dat is uiteraard de vraagteken. doen, anta am kaslaanu. Ben jij hardwerkend of ben je lui? Tweede. Hia betekent zij. Asinu betekent China. Al-Jabanu. Japan is Japan. China, Japan. Oké. Okay. Uh, dus ik denk, uh, komt zij uit China of Japan? Dat, dat, die vraag moeten we uh, opmaken. Ahia. Uh, nee. Uh, uh, Aminassini. Zo. So, eerste keuze. Aminassini. Aminassini. Uit China. hier Kijk, de eerste keuze uit China. Die komt achter de Hamzatul Istifam. Hier. Aminasini. Hier. Uit China is zij. Am. Of. Nu komt de tweede keuze. Minel. Yabani. En dan die vraagteken. Oké, okay, hier staat anti. Anti. Tabibatun. Pabibatun. Tabiba betekent dokter. Mumarri betekent zuster, dus verpleegster. Dan wordt het zo. Apabi baton. Apabi batun. Anti. Apabibatun anti. En nu komt de tweede keuze. M. Moemaridatun. Moemaridatun. Excuses voor mijn lelijke handschrift, maar ik vind het echt moeilijk om met een tablet te schrijven. al anti, en Let op, hè, die antwoorden kun je ook vinden achter in het boek. Ja? Daar is het mooi getypt. Dus dan kan je het heel mooi uh, aflezen. Ik ga het niet meer opschrijven, ik ga het gewoon mondeling opzeggen. En als je het rustig wil overschrijven, dan schrijf je het gewoon vanuit de antwoordbladen op. Die kun je vanaf bladzijde 245 vinden, ja, in je boek. Hum betekent zij. Nasara betekent christenen. Yahudun betekent Joden. A NASARA hom am yahudun. A nasara Nasara-hum-am-jahudun. En dan vraagteken. Zijn zij christenen of joden? Haza betekent dit of deze. Masjidun betekent moskee. En uh, madrasatun betekent school.

Nummer 6, Hazihi. Hazihi betekent dit of deze. Seyaratu", Seyaratul Mudiri. Auto van de directeur. Seyaratul Mudarisi. Auto van de leraar. Oké. Okay. Dan zeggen we A. En dan Seyaratul Mudiri. سيارة المدير هذه and <applause> then am of دي كم ده تويدة كيزة سيارة المدرسي سيارة المدرسي اندن فراغ ټیکن درخته انت متزوجن انت بتیکن یای متزوجن خطر اوت عزبو فري غزل ا متزوجن انت ا متزوجن ا متزوجن انت Am-azabun. Azabun. En een vraagteken. Gaan we naar nummertje 8. Hunna. Betekent zij. Vrouwelijk meervoud. ga tu ka am ka Dit kan uh, ka zijn of ki. Hangt vanaf tegen wie je praat. Zij zijn jouw tantes. Jouw tantes. Maar dit is van moederskant en dit is van vaderskant. Achale, هن... أ... Achter de hamza moet je de eerste keuze zetten. هن... Zijn zij jouw tantes van moederskant? Am أم... of أو... ammatuka. Am. Toeka. Een vraagteken. Kijk, eigenlijk die mi moet je zo schrijven. Hier het rondje en dan dat staartje moet onder de stippenlijntjes. Hier is het helemaal naar boven gegaan. Maar ja, je kan niet zo netjes schrijven. Ja? Maar let erop dat je netjes schrijft. Nummer 9. Hua betekent hij min Pakistana, min Irana. Iran is Iran, hè b Oké, okay, nou. A. En dan de eerste keuze. Min. b a M. Of. En dan tweede keuze. Min. Irana. i r i r a n Vraagteken. نَمَشَتِين بَيْتُكَ قَرِيبٌ بِتَكِن دِخْبَاي بَعِيدٌ بِتَكِنْت فار أَقْرِيبٌ بَيْتُكَ أ قَرِيبٌ أَقْرِيبٌ بَيْتُكَ أَم بَعِيدٌ Vraagteken. Oké, okay, dat was dan de oefening. Denk na nou over de volgende voorbeelden. Nummertje 8. Dit gaat over zoe. Wat ben ik een zoe ook alweer? Zoe betekent bezitter. Ja? En dit is voor mannelijke woord. Uh, mannelijk enkelvoud. Je hebt zoe. En je hebt mannelijk meervoud. Dat was. Zawu. Je hebt vrouwelijke vorm. Dat is. Zatoe. En vrouwelijk meervoud is. Zawatu. Ja, dat betekent allemaal bezitter van. Oké. Okay. Mudiruna, onze directeur. zo Lihjatin, is een bezitter van baard. Lihja betekent baard. Tawilatin, lange. Onze directeur is de bezitter van een lange baard. Uh, oftewel, onze directeur heeft een lange baard. Lihja betekent baard. Ze hebben klinkers weggelaten hè, om het voor jullie, om jullie te laten winnen. tawila latin. Moodiruna. Moodiruna. Dit is mausuf, Dit is Sifa. Dit is Mudaf. Dit is Mudaf-ilei. Zie, heeft twee functies: hij is Mudaf-ilei van zo. En hij is Mausof. En Tawila is Sifa. Ik ben gewend om te zeggen moussouf sifa. Anderen zijn gewend om te zeggen man'oud yeah. Naat. Nummer 2. Haza daftaru. Deze schrift. Zu waraqin musattarin. Deze schrift heeft blaadje musattar gelineerd. Gelineerd betekent het is een blaadje met lijntjes erin. Gelineerd.

Met kennis en met goede manieren. Ja, yeah. Mosuf. Sifa nummer 1, sifa nummer 2, nummer 3. Hazel <tie> Kamisu. Deze overhemd. Zou kummin heeft mouwen. Kum is mouwen. Kasirin korte. Deze overhemd heeft korte mouwen. Wazaka en die. وذاك زو كوم من die heeft موان طويلين لان deze overhemd heeft korte mouwen en die heeft lange موان نمتيشا فاي المسجدو masjidu. Al die de moskee die في حينا die in onze wijk is zu manaratin die heeft minarette wahidatin eentje de moskee die in onze wijk hayyina heyun betekent wijk heyun. dus hayy betekent in onze wijk fi hayyina zu manaratin wahida die heeft één minaret manara betekent zo, met de fatha bovenaan. Uh, minaret, ja? Oké, okay, dat was dus het woordje zo Nu gaan we nummer 9. Lees de voorbeelden. Verander vervolgens de zinnen zoals de voorbeelden. Hazat talibu zoe khuluqin. Dan moet je meer fout maken. Hazat palibu zaou khuluqin. Oké, okay. vrouwelijk. Hazihi pali talibatu ذات خُلُقٍ هؤلاء الطالبات ذوات خُلُقٍ. اوكي، okay, geen probleem، laten we doen. هذا الرجل، Deze meneer، ذو مالٍ كثيرٍ. Deze meneer، هيفت فيل غالط. نو هذا، ميرفا فان هذا، هؤلاء. هاؤلاء. ميرفا فان الرجل، إس, اس. الرجال.

Dus nu, niet... kijk, hier staat er. Deze meneer heeft veel geld. Nu moet een mevrouw van maken. Deze mevrouw. deze maratu. Maratu is mevrouw. maratu. En dan niet zo, maar zatu. Zatu. Malin. En dan ka

Ja, ik schrijf een beetje sloordig, maar anders kunnen jullie het gewoon overschrijven van uh, de oplossingenbladen achterin het boek. Ja? Nummer 10. ala la'alla alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min inna. Voeg la'alla aan de volgende zinnen toe, <kip> wetende dat la'alla tot de zusters van inna behoort. ze doen hetzelfde. Huwa bi

هي بخيرين، مت هار خات لعلها لعلها أيضا بخيرين، هن بخيرين، لعلهن هن، لعلهن بخيرين، سلف أنت بخيرين لعلك. لعلك بخير أنتم بخير لعلكم بخير سلفته فوقنا نبرة سعيدة أنت بخير لعلك لعلك بخير سلفته أنتن بخير لعل كنا لعل كنا بخير أنا ناجحون دورتت لعل لي لعل لي ناجحون. لا ناجحون ناجحون Even kijken of ik dat goed had opgeschreven in die overzicht. Kijk. Al, je hebt dat alleen bij inna. Bij inna heb je twee mogelijkheden. Omdat je, die, omdat je veel noens achter elkaar hebt. Maar bij la'alla heb je geen noen. Dus daar zet je gewoon die ja erachter. En dan heb je geen uh, twee mogelijkheden. Ja? La'ali. Hopelijk ik. Oké. Okay. Nahnu Najihuna. Wij zijn geslaagd. نحن ناجحون دورت لعلنا ناجحون ناجحون المدير في غرفته the director is in زين كامر غرفته نسخي لعل المدير نسوري no, لعل المديرة so. لعل عرفت اسمه لعل لعل المديرة لعل خف كس آه فتحة لعل المديرة في غرفته في غرفته بنت الاختبار سهل هات اكسام اسمك لعل الاختبار لعل Ik die barra Oké, okay. lees de voorbeelden, maak vervolgens de zinnen compleet door Galin of ralië toen op de lege plek in te vullen. Azal kalamu Ghalin, asluhu, de oorspronkelijke vorm, van hem, die hoe betekent van hem? Aslu betekent oorspronkelijk. Ghaliyun. Oorspronkelijk was het ghaliyun. Hazihi sa'atu ghaliyatun. Oké. Okay. Al-kutubul arabiyatu. Al-kutubul arabiyatu. De Arabische boeken. Wacht even. Het gaat om boeken. Is meervoud zonder verstand. Dus dan behandelen we het alsof het vrouwelijk is. Al Kutubul Arabiyatu Galiyatun. Galiatun. Waarom vrouwelijk? Omdat meervoud zonder verstand is vrouwelijk. Al Kutubul Arabia Galiatun fi in Baladina in onze land. De Arabische boeken zijn duur in onze land. Nummer 2. Hazal Kitabu. Dit boek. Hazal Kitabu. رخيص وذاك غالي اوكي ديت بوك از دور هذا المعجم ديت وورد بوك ريال ديت وورد بوك كوست 100 ريال هو هاي غالين En dan nummer 4. Deze koffer is duur. Soms zijn koffers heel duur, dat klopt. Oké. Okay. Nummer 12. Uh, lees de voorbeelden. Lees vervolgens de volgende zinnen. Schrijf vervolgens de zinnen met de getallen die erin voorkomen in letters op. Bijvoorbeeld, hier zie je 100, 100. Mi'atu Rajulin of Mi'atum Raatin. 100 mannen, 100 vrouwen. 1000, 1 en dan 3 nullen. Die 0 null wordt als een stipje geschreven. Alfu Rajulin of Alfu Mraatin. tilfazu bi alfu rialin. Alfu. Hier zet je alfu. Ja. ألفو. 1000 ديت فيه. ألفو. نمتشي شتوي. عندي ألفو دولارين. دري. في هذا الكتاب مئة صفحة. صفحة. مائة صفحة. ألفو. ألفو اسم مضافة. ريال مضاف إليه. هيروك ألفو. دولارين and uh, في هذا الكتاب في هذا الكتاب مئة مئة صفحة بكم هذه الحقيبة حقيبة بتيكن كفر for uh, this, Uh, hoeveel kost deze koffer? Of hoe duur is deze koffer? Dan zegt hij hier B. En door die B wordt het niet mi maar mi Mi a t. Hier B. Mi ati. Alleen die B moet je vastschrijven. B. Mi. A, t en dan Rialin erachter, ja. Dus dit moet je zo schrijven. Die b komt vast aan mi atu en die tu wordt t door b. B geeft kasra. Nummer 5. In deze faculteit mi atu talibin. Mi atu. Dus mi atu schrijf je zo. Mi A, min uit Pakistan, uit Pakistan. Wa, zelfde. zelfde. Wa, mīātū, mi talibin, min, Indonesië, Indonesië. Dat was niet echt een moeilijke opdracht. 13 maak de zinnen door gebruik te maken van de volgende woorden. Zakiyun betekent slim, mi'atun, honderd, mutazawijjun, getrouwd, azabun, vrijgezel, guluk, manieren, dollar is dollar en ghalim betekent duur. Ja, dat mag je zelf gewoon thuis doen, maak maar een mooie zin. Of zinnen. Al kalimatul jadidatu, de nieuwe woordjes. Zakiyun, slim. جمعه دمير فوت ارفانيس اذكياء غبي ضم جمعه اغبياء خلق منيرا جمعه جمعه بتكن زي اخلاق مئة هندرد الف دوزن روبية اه روبيس رو اه جمعه روبيات متزوج خطراوت عزب اه فرايخزاو جمعه أعزاب Jehudiun, Joden. Jamruhu, Jehudiun. Uh, dit is Jood, sorry, dit is Jood. En Jehudiun is meervoud, Joden. Moajamun, woordenboek. Maajimu is meervoud. Dolarun is dollar. Meervoud is dollaratun. Galin betekent duur. Eigenlijk was Galin, Galiun. Najihun, geslaagd. Najihuna is meervoud safhatun bladzijde. Safhaat, bladzijde. Ja, meervoud, bladzijden. Dit is bladzijde, enkel fout. Komun betekent mou. Akmamun, mouwen. Kijk eens, op uh, bladzijde 17 begint les 2. Dus we hebben met Allah's gunst les 1 afgemaakt. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie ze altijd stellen. Je kan de reactie plaatsen onderaan dit YouTube filmpje. En dan zal ik ze zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Uh, oefen veel en uh, weet dat de oefening baart kunst. Ja, je wordt er alleen maar sterker door. Heel veel succes. Wassalamu alaikum wa wabarakatuh.